We werken samen en leren samen en onderzoeken samen met de ouderen hier in het Amstelhuis. De studenten die leren met ouderen over gezond ouder worden in plaats van over hen in de boeken. En ze doen ook onderzoek samen met hen in plaats van onderzoek naar hen. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Wij zijn hier om de fit met pit te geven van de ouderen. Ter valpreventie eigenlijk. Dat ze hun vitaliteit behouden en dat het groter wordt. En dat ze gewoon beter begrijpen wat bewegen voor hun kan doen. En ja, dat ze bewegen eigenlijk leuk gaan vinden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Studenten hebben gezegd, ja, we zien hier in de sociëteit vaak wel dezelfde mensen. Dezelfde mensen die altijd meedoen met onderzoeken of met een leuk iets gezelligs doen met elkaar. Maar het is ook heel belangrijk dat we de bewoners bereiken die niet zo gauw naar beneden komen. Dus daarom hebben we nu een uitdeelactie. Jullie hebben allemaal iets moois gemaakt, dus Fit met Pit, de herfst door, met oefeningen erbij. Een checklist voor valgevaarlijkheid. En een breintrainer en een puzzeltje, omdat we hebben gehoord dat mensen dat erg leuk vinden hier. Nou, om een goed gesprek heb je natuurlijk het beste bij een kopje thee en chocola maakt blij. En pure chocolade is ook niet zo heel erg ongezond. Gezellig huisje. Ja, hè? Ja. Eigenwijs vrouwtje. Hoe lang woont hier al? Studenten van ergotherapie zijn heel benieuwd of de huizen wel veiliger uitzien. Daar kunnen ze een glimp van opvangen. En studenten van toegepaste psychologie zijn heel benieuwd naar waarom komen mensen minder hun huis uit als ze oud zijn. Wat zijn de determinanten van gedrag en kunnen we daar als student op inspelen? Wat kunnen we voor hen betekenen? Ik was vroeger goed in sport en gymnastiek. En daarom interesseert me dat nog altijd. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, en ik doe vaak dit soort oefeningen. Tegelijkertijd handen en benen. Armen en benen. Heel goed. Ja, dat doe ik ook vaak. Dat zijn goede oefeningen. Ja. Wat heel mooi is, is dat binnen de HVA zijn natuurlijk ook onderzoekers bezig met onderzoek. Bijvoorbeeld naar eiwitrijke voeding voor ouderen. Wat kan je doen aan valpreventie? Nou, en die onderzoeken die gebeuren in de HVA en dat zijpelt hier dan door naar studenten, maar ook naar, naar de ouderen zelf, naar de doelgroep zelf en naar de mensen die met hen werken. Het doet er echt toe wat we hier doen. En dat voelen de studenten ook. Ik vind heel mooi dat onderwijs, onderzoek en praktijk hier dicht bij elkaar komen. En dat het echt betekenisvol is wat de studenten hier doen. Voor hen, maar voor de ouderen ook. Voor het Amstelhuis, voor de stad. En daar krijg je soms kippenvel van.